mij is er van kind af aan liefde geweest voor de acteur, voor de speler. Ik ben ook al heel snel meegenomen geweest naar theater door mijn ouders en dan een ongelooflijke bewondering. En vanuit die bewondering denk ik dat ik dat zelf wou kunnen of wou doen. Ik schrijf en ik speel zelf. Ik heb in het verleden al een paar monologen gemaakt. Maar dat is wel echt de eerste monoloog van formaat en ook echt een uur alleen op scène staan. Zij die ik nog even zie voor ik alleen gelaten word met de nacht. Het is een voorstelling over een vrouw die een concierge die opgesloten raakt in haar eigen gebouw. Ik ben gewoon heel geïnteresseerd in het thema eenzaamheid. Ik heb zelf een fysieke beperking. Dat is ook een bepaalde manier waarop dat ik mezelf ook opgesloten voel in een lichaam, maar dat ik niet voor heb gekozen. Mama! 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 Hallo! Ik denk dat ik daardoor eenzaamheid op een andere manier ken, omdat ik eigenlijk heel lang in mijn omgeving niemand anders heb gekend met fysieke beperking. Als kind ook heb ik een vriendengroep gehad van allemaal kindjes zonder beperking. Ik ging ook naar een gewone school, wat goed was. Ik zou het niet anders gewild hebben. Dit heb ik mee, mijn boekje heb ik mee en mijn tekst. Dat is nog zo niet slecht gedacht van die tekst. Ik heb altijd mijn eigen ding gedaan, maar ik heb ook altijd moeten meedraaien in een gewone wereld. En dat maakt u wel een stuk soms eenzaam op een manier. Eenzaamheid is de ziekte van onze tijd, denk ik. Er zijn zoveel mensen die zich ongelooflijk eenzaam voelen zonder dat ze daar een concrete aanleiding toe hebben. En dat is iets dat ik bij heel veel mensen voel in de maatschappij. Maar ik denk dat de manier waarop dat eenzaamheid hierin komt, dat die iets zegt over mij, maar ik hoop ook dat die ook iets zegt over u als kijker. Ik hoop dat die iets zegt over zoveel mensen.